met Menno en met... Aangekomen bij station Nijverdal. Wij moeten in Nijverdal uitstappen. Kijk, hoor. Ja, kijk, hoogspanningsmast. Hij rijdt nog steeds wel snel eigenlijk, dus hij zit weer te vroeg. Hij is niet te laat gaan. Dus Chopper haalt de jongens. Ben je aangekomen bij Heino? Daar hoeven we niet uit te stappen. Er staat de trein. Dat is de tegentrein. Ze staat in elkaar gekoppeld. Dat is een mevrouwtje. Piep, tring, tring. Heino. En daar is een deurtje. Die gaat zo dicht. Die staat op groen. Dus er mogen nog wat mensen in. En ja. We staan... nog niet stil. We staan nu stil. Daar zit deze trein niet in. Nee, in deze zitten we niet in. Deze treinen zijn van Arriva Vechtdallijn, van Blauwnet ook. Alleen dan de GTW. Wij zitten in de vlucht. Die gaan naar Emmen. Voor de mensen die dat nog niet weten. Kijk, daar gaat er eentje naar Emmen. En we gaan er een andere kant op. We zijn aan het vertrekken naar Nijverdal. Alleen ik dacht dat hij daarheen ging. Alleen we gaan nog thuis. Eigenlijk een beetje. Dat is wel grappig. Kijk naar jou. Dit is echt heel grappig. Kijk, hier hebben we stopcontact en USB-poortje. Het comfort van deze trein. Deze stoelen zitten comfortabel. En ja, ik ga lekker reizen naar Nijverdal. Even nog daar gaan met de taxi. Denk ik, die mensen met zo'n tafeltje, die kunnen zo wat werk doen. Ja. Voor school. Kijk, daar blauw net. Ja, we gaan die blauwe trein nemen, jongens. Ik heb nog nooit in een blauwe trein gezeten. Maar ik heb hem ooit wel eens gezien. Kijk, hier gaan we erin. En ik wil de interieur eens filmen. Tweede klas. Ja. Mag ik nog eerste klas filmen, oma? Kijk, hier hebben we tweede klas. Godver, deze stoel is vies. Daar ga ik echt niet zitten, hè? Ik wil de eerste klas nog even wat filmen. Daarna ga ik in de tweede klas zitten. Helemaal bij het einde. Kijk, hier is de wc. Wc is dit vet. Ook nog lekker, denk ik. Ik zie eerste klas al. Kijk, dit is eerste klas. Zulke grote tafels. Lekkere stoelen. Nee, we moeten bij tweede klas zitten. Nou, dat was de interieurfilm. Station Zwolle ook nog nooit geweest. Blauwnet Flirt. Die heb ik wel een keer gezien, Blauwnet Flirt. Die heb ik een keertje in Hengelo gezien. Film. Ik zie nog meer treinen. Ik zie hier een slagboom terwijl het daar staat. Ik zie daar dus koploperland. Er zijn allemaal koplopers alleen maar. Waar ze deden ze? Dames en heren, jongens, meisjes, goedemorgen. 39 seconden, Rode Brug, Overijssel. Ik denk dat we een mooi treinstation gaan binnenrijden. Wij doen nu nog spoor 7 uur dat de treinvaart aan de linkerzijde van de rijrichting. En dan zullen we naar een korte stop verder gaan. Als intercity in de richting van Meppel, Steenwijk, Heerenveen en Leeuwarden zijn bestemming. Achter even tot de stilstaan. Gaat u hier de trein verlaten, doe dat vooral met bagage en rustig met uzelf. Denkt u nog even het uitchecken als u het station verlaat. Gaat u het station niet verlaten, maar overstappen kan dat nog in de richting van Assen en Groningen spoor. Ja, we gaan uitstappen, weet je. Ik ga nog filmen. Het is het idee dat er een zet van AFD met de bestemming Roosendaal Sportief.
stoprijden in de richting van Ommer en Emmen, spoor 15. De sprinter Biedal over spoor 8. En de sprinter in de richting van Meppel, Hogeveen, Beilen, Assen, Haarlem en Groningen. Dames en heren, zometeen station Zwolle, gaat u de trein verlaten. Heel veel plezier in het mooie pittoreske Zwolle. Reis u verder een hele goede reis in de richting van Kampen. We komen zo aan bij Kampen Zuid. Daar gaan we straks voorbij. Piknik. Oké, we gaan over deze brug. Dit is Kampen en dit is het station van Kampen Zuid, jongens. Mooi stationnetje, toch? En dan helemaal bij de andere kant van Kampen, daar zit dan het station van Kampen. Een nachtterrein. We komen zo aan bij Lelystad, daar woont Bart, dat was zo'n YouTuber. Lelystad Centrum. Een oude huis die stuk is. Denk het. Lelystad Centrum, ik heb een wijs. En kijk, daar komen we aantjes. Mooi hoor, dit station. We moeten in Zwolle stoel eruit. Kijk, Lelystad. Het heet geen Lelystad, het heet Lelystad Centrum. Deze gaat naar Dordrecht, die trein. Zo jongens, straks komt er een verlaten station. Ik blijf heel even filmen. Let op, nou is het... Oh nee, dat is nog niet het verlaten station. Dat is een brug. Zo. Er rijdt nog een trein doorheen. Jillian, nou moet je kijken. Nou komt het verlaten station. Kijk, dat is het verlaten station. Almere Parkwijk is dit station. Zo, onze koploper komt eraan. Het is haast. Nee, dat is onze koploper niet. We gaan naar de raam. Maar die gaan naar Den Haag. Oh nee, ze gaan zo uitkoppelen. Kijk jongens, ze waren net aan het uitkoppelen en ze gaan apart verder. Ja. Aangekomen op het station Almere Centrum, jongens. Ik ben hier nog nooit geweest. Kijk, daar staat het trein. Als je die twee speelt, speel je ook af. Ja. Kijk. Daar staat Leeuwarden op. Wij moeten de trein naar Leeuwarden nemen. En we nemen hem tot en met Zwolle. Maar daar ben ik ook nog nooit geweest. Okay. Ik ben ook nog nooit op Zwolle geweest. Oké. Dus ja. Tot zo. Die gaat bijna in dienst, Oma. Ik zie een nieuwe trein, die is nog niet in dienst. Jongens, de ICNG, voor het eerst dat ik hem zie, OMG. Ja, ik zie hem wel. Oh god, oh mijn god. Wat een geluksdag. Kijk, er rijdt nog zo'n oude Bob-trein. En daar rijdt de Eurostar. Daar is een Eurostar. Ja, die is mooi. Ja. Die achter. Ja, dat is de Eurostar, die gaat naar Engeland. Zo, dat
Ja, die gaat helemaal naar Londen. Die moet eerst naar België. Vanaf... Dit is Amsterdam Seinspark-station, jongens. En straks rijden we nog langs Diemen. Oh, kijk. NS-locomotieven, die zijn ook speciaal. En nog een oude wagon. Wat is het leuk hier in Amsterdam. Kijk eens, we hebben heel leuk. Ja. En daar staat de DDZ. Daar staat nog een hoge snelheidstrein. Oh, deze gaat naar België. Deze gaat naar België. Koploper, daar zitten wij in. Zo, krukkelijk. Diemen, zijn we nou? Kijk, let op, DJ Specia. Dat zijn toch rare slagbomen, hè? Ja. Zo, we rijden door bij Amsterdam Muiderpoort. Oh, kiosk. Amsterdam Muiderpoort. Zometeen gaan we naar Amsterdam Zijnsporen. En nog een oude trein, D90. En nog een oude trein, jongens. Bijzondere plek is dit. Kijk. Daar. Oh ja. Deze ga ik uit, zeg. Ja. Voor YouTube. Kijk. Ook naar Almere Centrum. Lekker deze tafeltjes. We zitten. Oh kijk, daar ook nog de SNG. Richting Amsterdam Centraal. Daar staat hij al. Oh, daar is Jaylee. Ja, mijn hoofd weer te tikken. Graffiti, 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 graffiti. Graffiti op de SNG. Ja. Dat is echt leuk. Maar zo vertrekken kan ik ook een setje. Kijk. Aangekomen bij Amsterdam Centraal. We moeten even op schieten, want de trein in Almere Centrum vertrekt zometeen. Nee. Ja. Tot zo. Daar al is de snelheidstrein. Even kijken waar die heen. Oh, daarachter is nog een SNG. Dat is gekke trein. Welke? Nee. Oké. Ik ben niet zo gek. Oké, daarachter is er nog een trein. Ik zie het koplopen. Waar gaat hij heen? Oh, Amsterdam Centraal. Ik weet niet waar hij naar gaat. Nou ja, tot zo. Ik zie daar een IC Berlijn, jongens. En ik zie daar ook de DDZ. Ik zie daar ook nog de oude DM90. Die reed echt heel vroeger in de... Overijssel. Ik zie daar een hoge snelheidstrein. Even kijken of we nog meer treinen zien. Zometeen in Amsterdam is zijn er sowieso nog meer treinen. Ja, en dan liep mijn rijinstructeur op zee. Dan is het zo'n weg. Er staat op dat je 30 mag rijden. Hij zei, oh, hou je maar even 50 voor. Ik zei, ja, maar als ik dit met mijn examen doe. Ja, maar je zit nu niet in je examen, rij maar even 50. Ja, ik ben Elder, heb je ook zo'n weg. Dat is een 30 weg. En dan zit ik echt zo, oh, hoezo is dit 30? Je kan hier makkelijk 50. Ja, echt, als je daar 30 rijdt, dan denk je echt, wat doe ik hier? Dat klopt gewoon niet. Nee, maar en dan heb je zo'n woonwijk, weet je wel, daar begin ik wel 50. Ja, maar wait, dat heb ik ook. Kijk, ik moet nu hou ik me aan de snelheidsregels. Maar dan rijd ik op een weg waar je 50 mag rijden, 52, 53, dat mag. Zie ik een hele konvooi achter me rijden van 20 auto's, heb ik het gelijk het gevoel dat ik gewoon hartstikke langzaam rijd, trap ik het gas in. Nee boy, 50, geen 80. Ja, maar dat rijdt pas. Ja, maar dat...
als je een beetje naar achter rolt, weet je wel. Sowieso. Dan doe je gewoon je rem in. En ik laat eigenlijk altijd de koppelingen al gewoon slippen. Op het moment dat hij dan naar de grond gaat, laat ik hem gewoon opkomen en rij je eigenlijk al gewoon gelijk. Maar zijn heel, als je achter in de auto staat, er zijn heel veel auto's die dat niet doen. Dat klopt. Dus dan begin jij al te rijden en ja, goed, zo heb ik het auto voor je niet. Dan moet je remmen en dan lach ik. Ik laat het zo zeggen, ik ben nu thuis examenroutes aan het rijden en het gaat mooi verschrikkelijk hier buiten. Lekker. Ja, nee, echt, het is, weet je, nou, leren we het los, dus even een lesje met de buiten kom rijden, een lesje met de snelweg, weet ik veel wat. Een keer een schakelfoutje, daar gaan ze echt niet moeilijk over doen bij het CBN. Goed, die auto hè, van mijn rijinstructeur, je weet als je de koppeling laat opkomen en je doet te snel, dan geeft hij een schok, toch? Ja. Die auto van de reiziger, die heet dat als je hem intrapt, dan geeft hij al wel een schok. Hoe snel trap jij hem in? Trap je zo? Nou, gewoon dat. Ja, dat, ja. Nee, dan hoort hij geen schok te geven. Nee. Nee, want ik, ja, sommigen doen wel eens echt niet 100 kilometer per uur in trappen. Amsterdam, Sloterdijk, Amsterdam, Centraal en verder. Utrecht, Zuid-Holland, Eindhoven en Maastricht. Echt, hè? Zo dadelijk. Kastika. Ja, ze kan nog af en toe nog gaan zitten. Ja, jammer dan. Daar, ja, en dan? Ja, dat is wel zip. Zat ze zo tussen het boordje, gaat ze praten. Oh, hey, daar hebben we niet bij de buurt van. Goed. Oké, okay. Ja, ik hoop het ook aan de ene kant dat ze komt. Ja. Op zich wel. Ja, echt. Rijdbord, dan pak ik de snelheid van de trein mee. Oh. Dan staan er mensen 75 km per uur. Oké. Okay. Komt best hard aan, gaat denk ik, de trein. Ja. Oké, zo één. Maar als we dan zien, moeten gaan slijden. Ja. Oh, ze staat hier. Oké. We hebben nu wel meer kans dat ze hier komt. Zien we midden zitten. Ja, maar ja, ik kan toch erbij. Dat is waar. Maar, je weet hoe ze is. Nou, ze gaat het echt niet wegsturen. Wil je even weggaan als je niet nee, dat is, nou, dat is, nee, dat gaan ze zeker niet doen. Ik hoop het ook niet, maar ik heb zo'n nare gevoelens. Ik ga het zien. Jij doet echt alsof het een of andere soap is. Na de reclame. Hoe boos was van een druppelende kraan? Kom dan nu. Dat was het van Hilo, jongens. Dames en heren, goedemorgen, zo dadelijk allemaal. Na kortstop rijden we verder als Intercity, Castricum, Zaandam, Sloterdijk, Amsterdam Centraal. Naar Amsterdam veel verder, richting Utrecht, Zuid-Holland, Eindhoven en Maastricht. Dames en heren, dit is... Oké. En nu wil ik het weten ook. Ja, ik ook. Wordt het gelijk aangevallen? Nou, het zal wel weer een stelletje kraaien, weet je, of zo. Ja, ik weet niet. Maar Noord wordt wel mooi, jongens. Kijk, die over de dikke overkapping moet dan wel. Dames en heren, goedemorgen. Zo dadelijk heer Hugo Waard. Overstappen sprinter van Dam Horen, spoor 3. Dames en heren, station. Heer Hugo Waard.
van mijn bijen gehoord. Het zonnetje daar, dat ziet er mooi uit. We zitten nu in de trein, jongens, en we gaan op naar Amsterdam. Zo, het wordt zo'n intercity, ben ik echt super blij mee. Zie ik aan die kleur. Deze is iets donkerder en ik zie dat die ook wat donkerder is. Dus daardoor. Ja, dat is hem. Je komt uit Den Helder, gaat naar Maastricht en wij nemen hem tot en met Amsterdam Centraal. Eerste klas. Maar wij gaan niet in de eerste klas, wij gaan tweede klas. Ja, Maastricht. Oké. Onze trein komt er niet aan, jongens. Alleen de andere, vanaf de andere spoor komt hij al. Ja, dat is de trein naar Den Helder. Nee, dat is ook eigenlijk logisch. Als die trein naar Maastricht ging, kwam die vanaf spoor 2. Het wordt een nieuwe Intercity. Ik hoop dat. Nou ja, niet zo nieuw. Maar sinds 2017 is hij in dienst. Gaat ook in mei. Dat is al mei. Eind mei is het al. Wanneer komt eigenlijk die nieuwe Intercity in dienst eigenlijk? Het is al eind mei. Dan moet hij al in dienst komen. Ja, ik heb mijn winterjas aangedaan, want. Stel, het is heel koud. Dus 8670 richting Den Helder. Oh, ik zie al onze trein. Tot zo. Hallo jongens, welkom bij een nieuwe video van mij. We gaan met de trein naar Nijverdal. En dan gaan we naar Hellendoorn. En ja, we gaan daar met de trein heen. Ik dacht, ik ga ook filmen. Mijn treinkaartje, ik heb al net ingecheckt. En ja, doe een duim omhoog, abonneer op mijn YouTube kanaal. En ja, tot aan de trein. Jongens, we zijn hier bij de pretpark. We zijn wel super lang en hier is een best wel een plekje. Kijk, de wijs hier al is te sparren. Kijk. Dus we waren net in de achtbaan. Dat was super leuk. We gaan zo in de dino's. Ik denk dat ik ook ga filmen. Ik weet het niet zeker. Goed, tot zo. We zaten net in die dino's daar net. Het zijn glijbanen, maar dat is in een zwembad. We gaan daar niet heen. Mascarello. Ik ga zo meteen in de achtbaan, maar dat kan ik natuurlijk niet filmen, want mijn telefoon kan vallen. Ik heb wel een touwtje, maar nog steeds. Ik ga nog vallen misschien. Dus ja, dat kan ik helaas niet filmen. Dus ja, tot zo. Nee, nou heb ik uitgecheckt naar je jongens. De einde van de video is dit. Vond je video leuk, duim omhoog, abonneer en doei. Jongens, mijn telefoon is bijna leeg, ik kan niet meer filmen, dus... Nou wordt het einde van de video. Vond je video leuk? Duim omhoog, abonneer. En doei!